ben Tijmen. En ik ben Anouk. Vandaag gaan we praten met een brugklasmentor. Meneer Waiers. Hoi meneer Waiers. Hoi. Hoi. Mogen we wat vragen? Ja, natuurlijk. Hoe is de overstap naar de middelbare? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn een aantal dingen waar je een beetje aan moet wennen. Ten eerste is het zo dat je meerdere vakken hebt, verschillende docenten, verschillende lokalen. Dat sommige leerlingen wel gewend zijn aan het maken van huiswerk, andere weer niet. En dan speelt er ook nog zoiets als dat sommige leerlingen eigenlijk al in groep 7 de basisschool saai vinden en eigenlijk al naar de grote school zouden willen. En sommigen die hebben zelfs aan het eind van de groep 8 nog van ja, het is wel heel gezellig op de basisschool, ik zou hier nog wel een jaartje willen blijven. En daartussen zit eigenlijk een heel groot verschil. Dus mensen die er al lang al aan toe waren aan de grote school en mensen die ook in het begin een beetje moeten wennen. Hoe ziet een gewone lesdag eruit? Eigenlijk als je het eerste uur hebt, zo noemen we dat dan, dan begin je om 7:15. En in het nieuwe rooster is het zo, maar het is ook een beetje vanwege corona, dat we dan 2 uur les hebben en dan een pauzetje. En dan weer 2 uur les en dan weer een pauze en dan 3 uur les. En eigenlijk heb je dus theorievakken, zoals bijvoorbeeld Frans, Engels, Nederlands, geschiedenis. Maar ook vakken waar je op een andere manier jezelf kan ontplooien. Dus denk aan gym, denk aan beeldende vorming of bijvoorbeeld maatschappelijke vorming. En zo komt er rond 2:50 een einde aan je lesdag. En nou kan het zijn dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment een bijles hebt of een bijspijkerlesje. Dat wordt dan zeg maar op 7 uur gepland. Dat is dan zeg maar van 2:50 tot 3. Maar in principe is een brugklas er nu om 2:50 uit. Oké, en wat doet de mentor eigenlijk? Ja, dat is echt een leuke vraag. In het begin is de mentor vooral bezig van al die leerlingen die uit verschillende basisscholen komen, daar één gezellige groep van te maken met een goede sfeer, waar goed in gewerkt kan worden en waar mensen elkaar accepteren en respecteren. Dat is heel belangrijk. En daarna houdt de mentor zich vooral bezig met studievaardigheden, zoals huiswerk, in de agenda schrijven, plannen, woordjes leren, nou, andere vaardigheden. En verder is het eigenlijk zeg maar een speel tussen docenten en de leerlingengroep. En soms ouders en jij en dan school. Dus eigenlijk de eerste aangewezen persoon voor jou om iets aan te vragen als je iets niet snapt of niet weet. En verder hebben we natuurlijk nog het molgesprek, molcyclus. Waarbij dus jij als leerling centraal staat en vertelt hoe de afgelopen weken of de afgelopen periode waren en waar je dan in wil verbeteren. En dat noemen we dan molgesprek, dat mentor-ouder-leerlinggesprek. En dat vind ik ook iets heel moois wat deze school doet. En wat is een junior mentor nou eigenlijk? Eigenlijk moet je de junior mentor zien als een soort oudere broer of zus op school die goed presteert en goed weet hoe bepaalde vaardigheden werken en dat ook uit kunnen leggen aan de brugklas. Soms zijn het jongens of meiden uit HAVO 4 of VWO 4 die het goed op school doen en het leuk vinden om in de brugklas te helpen met bijvoorbeeld leren plannen en huiswerk opschrijven. Dus je hebt niet alleen een mentor, maar ook een junior mentor. En dat is zeg maar een wat laagdrempeliger of makkelijker te benaderen iemand, omdat je docent misschien ook wel eens lessen geeft en daar kan je niet altijd heen en zo'n junior mentor vaak wel. Meneer, waarom staat er een Angry Bird op het bord? Ja, dat heeft dan een speciale reden. Het is een reminder om altijd het huiswerk op het bord te zetten. Ja, wij moeten nu opeens plotseling gaan. Doei! Doei! Doei, dag jongens!